Toen we hier een jaartje geleden op IFA stonden, introduceerde Samsung zijn Galaxy Note. Echt een hele grote smartphone van 5,3 inch. En we wisten niet zo goed te plaatsen toen we dat moment zagen. Ja, het was een hele mooie smartphone met goede hardware. Maar ja, wie zat er nou te wachten op een telefoon van 5,3 inch? Nou, wat blijkt, een heleboel mensen, want hij heeft goed verkocht. Meer dan 10 miljoen keer. En dat was reden genoeg voor Samsung om met een opvolger te komen. De Galaxy Note 2. En die is hier net geïntroduceerd. De eerste Galaxy Note, dat was ja, een soort samensmelting van het beste wat Samsung op dat moment te bieden had. Zowel op het gebied van software als op het gebied van hardware. Dus een snelle processor met een mooi scherm. Dat is eigenlijk dit keer weer het geval. Het is nu een soort samensmelting geworden van de Galaxy S3. Want hij lijkt er heel erg veel op qua design. Hij heeft dezelfde quad-core processor. En de Note 10.1, die net onlangs uitgebracht is. Die tablet met, die ook een stylus heeft, waar allemaal nieuwe software features aan toegevoegd waren. Die hardware is dus niet zo heel erg veel verschillend van de Galaxy S3, maar daarom niet minder indrukwekkend. Die krijgt diezelfde quad-core, maar dan ietsje hoger geklokt. Hij heeft 2 gig geheugen. En vooral dat scherm, dat blijft gewoon prachtig. Zo'n Super AMOLED HD-scherm, dat heeft gewoon een bepaalde wow-factor als je dat de eerste keer ziet. Vooral door die mooie kijkhoeken, die diepe kleuren en dat diepe zwart. Nou, het zou best kunnen dat als je ermee in de buitenlucht loopt, dat hij toch wat minder opvalt. Maar ja, zoals we hem hier meegemaakt hebben en hier die films hebben kunnen kijken, dat is een behoorlijk indrukwekkende ervaring. Die Note 2 is net zoals de voorganger echt een koelkast, een behoorlijk grote smartphone. Hij is zelfs ietsje groter. De eerste was 5,3 inch, deze is 5,5 inch. Maar daar merk je eigenlijk niet zoveel van, want ze hebben de schermverhouding iets aangepast. Hij is van 16 bij 10 naar 16 bij 9 gegaan. Daarom is hij ietsje smaller en in de hand merk je niks van. Dus als je de Note 1 goed vond vasthouden, dan zal je met de Note 2 ook geen problemen hebben. Maar niet alleen die hardware is heel erg up-to-date, die software is misschien nog wel het meest interessante aan dit ding. Want het is Samsung gelukt om dit ding uit te rusten met Android Jelly Bean, de allernieuwste versie van Android. Nou, die is pas in juni aangekondigd, in juli is de source code vrijgegeven. Nou krijgt Samsung die source code wel ietsje eerder. Maar vaak duurt het echt een paar maanden voordat zo'n nieuwe versie van Google door Samsung geïmplementeerd was. Het is dus nu al gelukt om die Jelly Bean source code te pakken, TouchWiz in te bouwen, hun eigen interface, en het op een toestel te brengen voordat hij in de winkels ligt. En dat is heel erg indrukwekkend. Nou is het natuurlijk altijd leuk als je een toestel koopt met de nieuwste versie van Android. Een beetje voor de hap. Maar bij Jelly Bean is het ook heel belangrijk dat je de nieuwste versie hebt. Want Google heeft in Jelly Bean heel veel snelheidsoptimalisaties doorgevoerd. Onder een titel wat zij dan Project Butter noemden. En dat was bij Samsung ook wel een klein beetje nodig. We hebben in het verleden, vooral bij tablets van Samsung, wel de kritiek gehad dat die interface, dat TouchWiz, net eventjes te zwaar leek voor de hardware. Alsof de hardware het niet allemaal kon bijbenen. Nou, deze combinatie van die 4412 quad-core op 1,6 gigahertz plus Jelly Bean plus Project Butter en dan TouchWiz eroverheen, dat lijkt nu eindelijk een beetje in harmonie te zijn. Je hebt eindelijk het idee van ja, die hardware en die software zijn goed op elkaar afgestemd. Alles gaat vloeiend, je hebt weinig haperingen, je hebt eigenlijk geen haperingen meer te merken. En je kan gewoon ook lekker zwaar multitasken en veel apps draaien. Dit ding heet natuurlijk Galaxy Note, het is geen Galaxy S, het is geen smartphone als je aan Samsung vraagt. Het is een Note, want er zit een stylus bij, die ze hier de S Pen noemen. En ze hebben die functionaliteit van die stylus hebben ze beetje bij beetje weer uitgebreid. Het begon dus met die eerste Note. Nou, dan kon je notities nemen in de app S Note. Die eerste Note heeft een paar maanden terug een grote update gekregen. Toen kwamen er enkele nieuwe features bij. En met de Note 10.1, de tabletversie, heeft Samsung een maandje geleden nog meer features toegevoegd. Nou, al die nieuwe features zitten ook weer samengeprakt in deze Note 2. Dat betekent dus dat je notities kan maken, tekeningetjes kan maken, dat er tekstherkenning in zit, dat je formules, wiskundige formules kan invoeren en dan de grafieken erbij kan zien. Je kan geometrische vormen tekenen en die worden hier voor je gecorrigeerd. Nou, dat kenden we allemaal, maar er zitten ook weer een paar nieuwe dingen bij. Een nieuwe feature die misschien heel simpel lijkt, maar toch best wel handig is, dat is pop-up note. In het verleden, als je een notitie wilde maken, moest je eerst S-Note opstarten, een notitie maken en dan er weer uitgaan. Dat was gewoon een losse app. Nou, nu, als je het knopje op de stylus indrukt en 2 keer op het scherm tikt, dan krijg je een heel klein notitieblokje te zien. Gewoon bovenop waar je mee bezig was. Dan kan je even snel een notitie maken en hem opslaan. En dat maakt het maken van een notitie, zoals je eigenlijk met een normaal klapblokje gewend bent, veel natuurlijker. Je hoeft niet eerst die app te openen en te wisselen. Je kan gewoon even tik tik, snel klikken, wat krabbelen en weer verder gaan. Een andere nieuwe feature van die Note 2, dat is wat door Samsung AirView genoemd wordt. En AirView die maakt eigenlijk gebruik van die stylus en het feit dat die nieuwe stylus gedetecteerd kan worden voordat hij het scherm aanraakt. Als je zeg maar ongeveer een half centimeter of een centimeter erboven hangt, dan zie je al een klein puntje op je scherm en dan weet die smartphone, die weet al waar die stylus zich bevindt. En wat kan je daarmee doen bijvoorbeeld? Stel je hebt je e-mail applicatie openstaan.
Je hebt gewoon een lijst met onderwerpen. En je ziet altijd even één regel van de body van de tekst. Nou, als je dan met je stylus erboven gaat hangen, dan krijg je een kleine preview te zien van wat er in die e-mail staat. Hetzelfde werkt bijvoorbeeld ook in de gallery. Als je een gallery hebt, heb je één icoontje waaronder dan weer een gallery zit. Als je dan met die stylus boven gaat hangen, krijg je allemaal kleine miniatuurtjes te zien van welke foto's zich in die gallery bevinden. Het werkt ook in de videospeler, kan je boven de tijdlijn gaan hangen en dan krijg je ook een miniatuurtje te zien van wat er zich op dat moment in die tijdlijn, welk deel van de video daar zit. Werkt het? Ja. Werkt het zoals het moet? Dat ook. Maar het is niet echt een feature waarvan wij denken dat je die heel erg vaak gaat gebruiken. Het is een beetje een gimmick. Net als de eerste Note is ook de Note 2 dus echt het beste wat Samsung op dit moment te bieden heeft. Het beste op het gebied van hardware, processor dus, hoeveelheid geheugen, het scherm wat erin zit en op software. Want ze zijn heel erg snel met uitrollen van Android Jelly Bean. Alleen, hij kost ook verschrikkelijk veel geld. Hij gaat €700 kosten. Nou, en voor dat geld, voor €700 voor een smartphone, dan moet je wel een hele grote fan zijn van een hele grote smartphone met een stylus om dat te willen betalen.